Ik ben Annelie van Offel. Ik ben de schrijver van Hier is alles veilig. Het is mijn allereerste boek. Ik heb er 7 jaar aan gewerkt, tussen mijn 21 en mijn 28. Eigenlijk is dat boek begonnen met 1 beeld. En dat was het beeld van een moeder naast een ziekenhuisbed. En op dat ziekenhuisbed lag haar zoon, die ze heel lang niet meer gezien had. Tot zij op een bepaald moment een mail krijgt. Kom naar Israël, mama. Immanuel is haar ex-stiefzoon. Ze heeft hem 10 jaar niet meer gezien nadat het huwelijk met Immanuels vader is uiteengevallen. Maar op het moment dat die vraag komt, kom naar Israël, mama, is zij zodanig in shock van, oké, ben ik wel nog zijn moeder? Dat ze te lang twijfelt. En wanneer ze uiteindelijk afreist, is ze ook te laat. En op de eerste regel van het boek blijkt al dat hij gestorven is. In een heel erg prille versie van dit boek, ik heb dat zelfs nog liggen. Zal ik dat even pakken? Nee. Het was een afstudeerwerk. En had ik volledig van het standpunt van Immanuel, de Israëlische jongen, geschreven. En achteraf dacht ik, dat wringt een beetje. Wat heeft een Belgische vrouw te vertellen over een Israëlische jongen? Misschien is die moeder een veel interessanter figuur. Je creëert de vraag, is wat zij ziet wel correct? Is wat zij denkt wel een juiste weergave van de werkelijkheid? Wat een veel grotere spanning oproept. Dus ik heb niet 7 jaar gewerkt aan die tekst. Ik heb ongeveer 5 jaar gezocht naar een manier om het verhaal te kunnen vertellen. Een hoogopgeleide, ambitieuze vrouw van in de 50 als hoofdpersonage komt ongelooflijk weinig voor in de literatuur, veel te weinig. Meestal wordt er over hen geschreven of worden ze inderdaad als een moeder bestempeld. Dus waarop dit boek ook een soort persiflage is om die moederrol te bevragen van oké, waar begint ouderschap, waar eindigt ouderschap, is dat biologisch of niet? Ik heb er 4 researchreizen naar Israël op zitten. Omdat ik het heel belangrijk vond om dat boek heel erg grondig in de werkelijkheid in te bedden. Ik ben niet de ordelijkste archivaris. Gebaseerd op heel veel interviews met Israëlische soldaten. Hun families, hun moeders. Bijvoorbeeld deze jongen. En hij vertelde mij het verhaal over hoe hij in het leger een ongeluk had gehad met zijn hand. Deze jongen is uiteindelijk heel letterlijk in het boek terechtgekomen als iemand die Lydia leert kennen tijdens haar reis. Maar het is geen politiek boek geworden. Het is heel erg een menselijk verhaal van een moeder die wanhopig op zoek is naar het leven van haar kind dat buiten haar eigen wil om is opgegroeid. Hoe kan je hier leven? Hoe kan je leven in een land als Israël? Ik heb die vraag 2 jaar lang aan heel veel mensen gesteld, tot op een bepaald moment iemand heel wijs mij de vraag terugstelde. En vroeg maar, hoe kan jij leven in Brussel? En vanaf dat moment raakte ik aan de kern van mijn boek, namelijk onze eigen blinde vlekken. En besefte ik dat ik die vraag die ik al zoveel jaar verkeerdelijk aan mensen aan het stellen was, dat die vraag eigenlijk over mezelf ging. Wat hou je jezelf voor, zodat je het leven kan leiden dat je leidt? Wat laat je buiten beeld? Het moeilijke aan het boek was dat we natuurlijk een vrouw hebben die op pagina 1 uit elkaar valt, die iets verschrikkelijk meemaakt, waardoor we een heel erg rauwe rouw zien. En ik wilde die grote emotie vermijden. Dus heb ik ervoor gekozen om in de eerste scène naar wanhoop weer te geven met een barst die zij ziet vertakken over de vloer en door heel het land ziet schieten. Ik vind het fantastisch om als schrijver eigenlijk taal zo aan te wenden dat je dingen kan laten zien die er normaal gezien niet zijn. Eigenlijk in woorden iets bloot te leggen wat er anders misschien ook wel is, maar wat wij gewoon niet zo ervaren of niet zo zien. Er zijn overal scheuren, overal barsten.